Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video en vandaag geen vlog. Maar vandaag ga ik jullie uitleggen hoe ik aan mijn geld kom. 2 weken geleden ongeveer heb ik een video gepost waarin ik jullie mijn tweede appartement laat zien. En ik heb heel veel reacties gelezen waarin jullie vragen van hey, hoe kom jij in godsnaam aan je appartement en hoe betaal je dit allemaal? En is het niet zonde van je geld? Dat soort dingen. Veel mensen reageerden ook van yo, jouw views zijn niet eens zo lijp dat je zoveel geld kan verdienen met YouTube. En dat klopt. YouTube heb ik eigenlijk altijd een beetje ernaast gedaan. Gewoon puur voor de lol. Omdat ik het echt heel erg leuk vind. En ik vind het leuk om video's te maken voor jullie. Ik verdien er geen bakken met geld mee. Kijk, als je een campagne erbij hebt, dan is het natuurlijk wel chiller, maar echt de AdSense, zeg maar het geld wat jij van YouTube krijgt, dat valt bij mij heel erg mee. Maar wat ik al zei, ik doe het altijd omdat ik het heel erg leuk vind om gewoon content te maken en de video's te maken. Dat blijf ik gewoon doen, ook al ga ik er geen geld mee verdienen. Ik vind het gewoon leuk, het is gewoon een hobby voor mij. Maar ik ga jullie vandaag vertellen waar het allemaal voor mij is begonnen, hoe het een beetje is gelopen in mijn carrière. En ik denk het is voor jullie interessant om te weten wat ik eigenlijk allemaal al heb gedaan. En dan wordt voor jullie ook waarschijnlijk wat duidelijker van hey, hoe kom ik aan mijn geld, zeg maar. Maar om te beginnen, ik ben eigenlijk oorspronkelijk een acteur. Dus ik ben begonnen met acteren. En dan vraag je je af, hoe ben jij nou eigenlijk begonnen? Nou, dat ga ik ook uitleggen. Want in 2010 was er een programma op tv dat heette Wie wordt Kruimeltje? En dat was een soort van The Voice. Maar als je dan zegt, het was gewoon een auditie op tv met afval, met ronden zeg maar, dat je kan afvallen. En als jij zeg maar Wie wordt Kruimeltje zou winnen, dan mag jij Kruimeltje spelen in de musical. En een vriend van mij die gaf zich altijd voor alles op. Gewoon bij alle SEP-programma's gaf hij zich op. En hij zei van, hey, is het niet leuk voor jou om een keer mee te doen? En ik dacht van, nee joh, dat is helemaal niks voor mij joh. Dat zingen en dat dansen en dat acteren, dat kan ik helemaal niet. Maar uiteindelijk heb ik toch meegedaan. Eerst moest je zeg maar een filmpje insturen. Nog voordat je zeg maar echt daadwerkelijk op locatie op de auditie mocht komen. Dus zeg maar nog een auditie voor de auditie. En dat was dit filmpje. Overigens, dag inspecteur, hoe gaat dat nou? Ik praat weer met Flair. Ik ken deze meneer, de inspecteur, hij ja, Flair. Geloof geen woord wat dat hij hier vanavond eerst moest. Hij dacht, zag me wel, maar dacht dat kleintje houdt zich wel koest. Bij Ukkies nooit tel, dat deed de Ukkies wel. Gemakkelijke prooien, maar ze bijten fel. Was op voor jonge hondjes en geef ze nooit de schop. Ik vecht voor 20 legers en ik kreeg nooit op. Daarom ren maar voor je leven, want de pup groeit op. Ja. Ik was 9. Ik gooi het daarop. Ik was 9. En ik had nog nooit gezongen of überhaupt zoiets gedaan zoals een musical. Dus dat was voor mij allemaal nieuw. Maar ik was door naar de ronde dat ik op tv zou komen. Dus op een gegeven moment, auditie gedaan. Ik kwam door. Ik ging maar door. En op een gegeven moment zat ik bij de laatste 18 jongens. Ik vond het al apart, want ik kon niet zingen zoals je had gezien. En ik kon totaal niet dansen. En als we bijvoorbeeld, we hadden ook workshops en dan moesten we oefenen en trainingen. En als ik dan zeg maar op zo'n workshop aankwam, had ik gewoon voetbalschoenen aan. En ik... Ja, hier bedoelde ik natuurlijk dus skateboardschoenen in plaats van voetbalschoenen. Want ja, het is een beetje gek als je natuurlijk op je voetbalschoenen gaat dansen. Dat is natuurlijk raar. Ik had een jongbroek aan en ik had gewoon chill, weet je wel. Ik was zo'n skaterboy op dat moment. En andere mensen die kwamen helemaal in mijn maillot met van die balletschoentjes. Allemaal gasten. En ik dacht ook zo van, oh, ik ben eigenlijk totaal niet zo'n type zoals jullie. Uiteindelijk ben ik dat dus niet geworden. Maar ik merkte van, oh, ik vind het acteren en dat toneelspelen vind ik wel leuk. Maar dat dansen en zingen erbij vind ik wat minder leuk, omdat ik er gewoon niet zo goed in ben. En toen ben ik gaan acteren. Toen heb ik me ingeschreven bij een castingbureau. En een castingbureau is eigenlijk een soort van uitzendbureau. Dus dan heel veel mensen die staan in zo'n hele grote lijst. En dan komt er iemand die een film maakt en zegt van, nou, ik zoek een jongen met bruin haar en hij moet ook bruine ogen hebben. En dan komen er allemaal jongens tevoorschijn. En dan staat mijn naam er bijvoorbeeld tussen. En dan zegt, nou, ik wil dat deze jongen op casting komt voor die film. Dat ben ik dus gaan doen. Dat ben ik dus blijven doen, zeg maar. En op een gegeven moment kwam ik in de serie Dr. Tienes. Dat was op SBS6. En dat was een hele vette serie. Was een volwassene serie. Niet eens voor kinderen, zeg maar. Hier zijn een paar beelden ervan. Mag ik die vlees even in de één dag houden? Nee. Andere rij. Wil je dat? Wauw, nee. Ik heb helemaal niks gevoeld. Omdat je nog niet geprikt hebt. Komt ie. Oké, jongens. We zijn klaar. Allemaal. Naar buiten. Het was een hele vette ervaring. Ik mocht met veel goede acteurs samenwerken. Met Jennifer Hofman, Tom Hofman en Tycho Gernand. Was echt een hele vette ervaring. En snel daarna mocht ik spelen in Patatje Oorlog. Kreeg ik een grote bijrol. En dat was mijn eerste zeg maar echte film. Tussendoor heb ik ook nog dingetjes gedaan. Bijvoorbeeld een keer een fotoshoot voor McGregor. Zoals je hier ziet. Ja joh, het is niet normaal. Ik zat toen al achter de wijf aan. Het is echt niet normaal. Maar goed, Patatje Oorlog. Dat was een speelfilm. En die kwam dan dus in de bioscoop. En dat was mijn eerste film. En dat vond ik
ook zo leuk en spannend tegelijk, maar hier zijn een paar backstage beelden daarvan. Op dat moment was het 2011 en volgens mij was ik daar toen 19. Ik weet het eigenlijk niet zeker. En tussendoor zeg maar heb ik ook allemaal castings gedaan. En dit was in 2012 een castingfilmpje. En dat moest je dan opsturen voordat je op casting mocht komen. En als ik hier naar kijk jongens, het is zo... aan de ene kant denk ik van, oh mijn god, dat ben ik. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, het is ook wel weer leuk dat ik dit soort filmpjes nog heb. En dat ik dit aan jullie kan laten zien hoe het zeg maar allemaal gegaan is bij mij. Dus hier is het castingfilmpje. Ik ben Vincent, ik ben 11 jaar, bijna 12 en ik wil graag meedoen aan de Voyagers. Waarom ben jij geschikt? Omdat ik vind het echt heel erg leuk om in actiefilms te spelen en spannende films. En denk je dat jij Tim zou kunnen zijn of iemand anders? Ja. Maar Tim is een kneus, een nerd. Ja, maar dat kan ik wel een beetje. Ik kan het goed spelen, maar ik ben het niet. Ja jongens, het is bizar, het is grappig. Ik vind het wel lachen om te zien. Ik vind het gewoon leuk dat ik dit soort beelden gewoon nog heb. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En op een gegeven moment, het gaat allemaal door. Je gaat castings doen. En op een gegeven moment had ik nog een reclamefilmpje dat ik naar Hamburg moest voor Disney was dat volgens mij. En dat is heel gek. Toen moest ik naar Hamburg, 3 dagen lang in Duitsland in Hamburg gezeten. En vervolgens werd die hele campagne niet eens uitgezonden. Dus dan heb ik daar echt voor niks gezeten. Ja goed, ik heb een hele leuke ervaring erbij. En dat was dan ook wel alles zeg maar. Toen heb ik een tijdje heel lang niks gedaan of heel weinig, zeg maar geen echt leukere dingen meer, misschien hele kleine dingetjes, wel altijd auditie blijven doen. En op dit moment zat ik op de middelbare school, dus ik was denk ik 14, 13 of zo. Ik zat dat jaar in mijn examen en toen was ik geslaagd en toen ben ik na mijn examen in die zomervakantie heb ik een film gedraaid. Volgens mij was het Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer, weer een hele leuke film. En kort daarna toen kwam Brugklas, ja. En dat was in 2017. Brugklas was in 2017. En op het moment dat ik in Brugklas kwam te spelen, werd ik zeg maar bekend als acteur. Want eigenlijk ben ik al sinds mijn 9e bezig. Maar toen ik 16, volgens mij was ik 16 toen ik in Brugklas kwam te spelen. Toen pas werd ik zeg maar bekend dat andere mensen mij gingen herkennen van, hey, dat is die acteur van Brugklas zeg maar. En bij Brugklas heb ik ook zo'n leuke tijd gehad. En ja, jullie weten natuurlijk hoe het er bij Brugklas aan toe is gegaan. Aangezien ik daar ook gewoon mijn allereerste video's een beetje heb gemaakt. En natuurlijk die backstage vlogs. En ik heb 3 jaar lang in Brugklas gespeeld. En ik heb daar serieus echt een hele leuke tijd gehad. Ik heb veel mogen reizen ook met Brugklas. We zijn naar echt wel leuke landen geweest. Naar Kreta. Wat was het in Bulgarije? Ja, volgens mij Bulgarije. We hebben echt leuke dingen gedaan. En bij Brugklas was de sfeer altijd gewoon heel erg chill. Er was nooit echt... Je had altijd het gevoel dat je op vakantie was in plaats van dat je echt aan het draaien was. Dus dat was helemaal top. Wat ik al zei, door Brugklas werd ik zeg maar bekend. En daar komen allemaal leuke dingetjes bij kijken. Zoals events. En je wordt uitgenodigd voor bijvoorbeeld Zapp Live. Zoals jullie weten, ben ik nu nog steeds bezig met muziek. En eigenlijk, zoals je ook op het filmpje zag, ben ik al heel lang bezig met zingen. En is dat... vond ik het altijd al heel erg leuk. Voordat ik zeg maar in Brugklas ging spelen, wilde ik eigenlijk naar de Herman Brood Academie. De Herman Brood Academie is een opleiding voor muzikanten. En ik maakte vroeger muziek. Een beetje dezelfde stijl als Martin Garrix. Ik was niet even goed als Martin Garrix, want dan, anders, ja, dan, ja. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Gewoon die stijl, het soort muziek maakte ik. En ik wilde naar de Herman Brood Academie. En ik had daar toen een auditie gedaan. En ik was niet aangenomen. En dat heeft mij een soort van een kick, ja, gewoon een kick gegeven. Ik dacht van, ja, ik weet niet, Het is heel stom, maar ik ben daardoor een beetje een soort van mijn motivatie verloren in het muziek maken. En toen ben ik gestopt. En dat is het domste wat je kan doen, jongens. Dus als je echt ergens een passie voor hebt en je wilt het heel graag, blijf het doen. En uiteindelijk kom je er wel. En ik heb het heel erg gemerkt met bijvoorbeeld acteren en met YouTube, zeg maar. Ik deed altijd voor de lol. En heel veel castings gedaan. Heel vaak ook niet geworden. En uiteindelijk word je het een keer wel. En dan gaat het op een gegeven moment allemaal lopen. En dan zit je opeens in een... In een kamer met lampjes en zo. En ben je tegen een camera aan het praten. Dus ja. Maar wat ik zei, door Brugklas kom je bij heel veel leuke eventjes en zo. En ik kan al zeggen, kijk, nu als opkomend artiest, dat ik al voor 5000 man heb gestaan. Volgens mij was het in Ahoy of zo. Maar goed, we moesten zeg maar met Brugklas en Spangen samen Sinterklaas liedjes zingen in een soort van Sinterklaas event in Ahoy. En dat ging zo. En hij zingt het niet alleen, maar samen met de lieve mensen van Brugklas en Spangen. Dan is er een voorzitter, als je toch maar hebt besloten.
Ja, het was best wel een grappige ervaring. Ik weet nog dat ik het heel spannend vond om toen daar op het podium te staan. Dat ik dacht van, oh fuck, ik moet gaan zingen. Maar ik heb nog nooit eigenlijk gezongen, zeg maar. Toen was ik nog niet echt heel erg bezig met zingen. Nu wel heel veel, waardoor ik ook allemaal dit heb opgehangen natuurlijk. Omdat ik heel veel ga zingen. Binnenkort komt mijn muziek uit, dus hou dat in de gaten. Na de middelbare school heb ik nog 1,5 jaar hotelschool gedaan. Maar toen kwam het moment dat ik auditie mocht doen voor GTST. En GTST is natuurlijk de grootste soap van Nederland en volgens mij ook een van de enige soaps van Nederland. En ik mocht auditie doen voor Valentijn Sanders. En Valentijn Sanders is de kleinzoon van Ludo en ik dacht, dit is lijp. Als je als acteur in Nederland gewoon in de grootste soap van Nederland komt te spelen, dan het is toch echt wel een eer. En dus ik had toen die auditie gedaan en ik was het geworden. En alleen was de keuze, ik was toen 18, mijn keuze was of ik ga door met school, wat ik nog 1,5 jaar moest doen, nog had ik mijn diploma, of ik ga GTST doen, want het kon niet gecombineerd worden, omdat het was fulltime. School was natuurlijk fulltime en GTST was ook fulltime van maandag tot en met vrijdag. En ik heb dus natuurlijk gewoon gekozen voor GTST en ik ben zo blij met die keuze, want ik heb er nu nog steeds profijt van dat ik daar gewoon echt mijn werk van heb gemaakt. En in de tussentijd ben ik natuurlijk ook nog gewoon heel erg veel blijven YouTuben en zo, zeg maar, tijdens brugklas, van die brugklas vlogs, andere video's. En even terugkomend op het geldverhaal, zeg maar, hoe verdien ik nou mijn geld? Toen ik 9 was, verdiende ik volgens mij 100 tot 150 euro per dag voor acteren. En dan had je bijvoorbeeld 9 dagen. Dus dat is best wel veel. Het was 900 euro of zo, weet je wel, zoiets. 1900 euro voor een 9-jarig kind. Ik heb dat allemaal gewoon altijd niet uitgegeven. Ik heb het gespaard. Ja, oké, soms dan was ik natuurlijk die big flexer. En dan ging ik naar het tankstation en kocht ik kauwgomballen voor de hele klas. Want zo was ik ook alweer. Maar je snapt wat ik bedoel. Zeg maar, ik kon geen dure aankopen doen. En ik deed dat ook niet, want ik dacht er helemaal niet over na als een 9-jarig kind. Maar goed, ik heb altijd mijn geld gespaard. En ik ben heel erg zuinig op mijn geld geweest altijd. Waardoor ik zeg maar nu ook gewoon op een gegeven moment mijn auto kon kopen. Mijn allereerste auto, die 1-serie, die 1.16. En natuurlijk daarna ook deze die ik nu heb, mijn M135. En dat was echt al, toen ik op de middelbare hotelschool zat, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden, zat ik nog te kijken naar andere auto's. Bijvoorbeeld een Peugeot of iets, wat ook gewoon hele dikke auto's zijn. Maar toen, op dat moment, kon ik dat niet eens betalen. Want ik dacht van, ja shit, ik moet natuurlijk ook dat gewoon onderhouden. En dan gaat alleen maar mijn geld achteruit. Maar uiteindelijk, als je gewoon door blijft gaan, dan komen je dromen soort van, ja, komen ze gewoon uit. Want een M135, dat was gewoon best wel een droom voor mij. Die heb ik best wel snel al behaald. En dat is onwerkelijk. Maar goed, en naarmate je zeg maar meer gaat acteren, krijg je een beter portfolio. Zeg maar een betere cv. En je wordt als acteur duurder. Dus op een gegeven moment ga je meer verdienen per dag. Ja, dan tikt het allemaal wel aan, weet je wel. En ook met brugklas ben ik toen begonnen met social media. En bij social media komt meer bij kijken dan Insta. Gewoon Insta stories posten en dat soort dingen. Want er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld jouw geld geven om dingen te promoten. Dat weten jullie allemaal. Jullie zijn ook niet dom. En daar kan je natuurlijk ook echt wel wat geld mee verdienen. En dat heb ik ook altijd wel gewoon goed gespaard en niet voor uitgegeven, weet je wel. Dus ja, dat eigenlijk. En mijn YouTube, ja, dat was altijd, dat heb ik altijd heel erg naast gedaan, omdat ik het heel erg leuk vond. En daar verdiende ik eigenlijk helemaal niks mee. Dus niks tot echt weinig. En de laatste paar jaren is het heel erg op en af gegaan. De ene keer verdiende ik wel wat meer geld met YouTube. En de andere keer niet. Want ja, kijk, ik ben ook eerlijk, zeg maar. Eerst had ik bijvoorbeeld 50.000 views. Of zelfs 100.000 views, weet je wel. En nu zit ik rond de 10 tot en met 30.000 views. En ik ben er nog steeds heel erg blij mee. En ik waardeer iedereen die naar mijn video's kijkt. Maar het was ooit meer, zeg maar. En dat is ook niet erg, want je hebt natuurlijk gewoon pieken en dalen. En ik blijf gewoon altijd gewoon YouTube doen, puur omdat ik het ook gewoon leuk vind. Wat ik al zei, het is echt een hobby en mijn geld verdien ik niet aan YouTube. Ik moet het niet van YouTube hebben, zeg maar. Dus ik ga niet volledig gefocust op YouTube, omdat ik weet van, nou, daar kan ik mijn huur van betalen en daar kan ik dit. Nee, dat is het nog niet. Tijdens GTST heb ik ook nog andere films gedaan, zoals de slijmfilm, de grote slijmfilm met Bibi. Ik heb Project Gio gedaan met Gio natuurlijk, was ook hartstikke leuk. Na GTST kwam er ook nog een ander heel erg leuk project, sowieso de grote slijmfilm 2, de nog grotere slijmfilm. En Misfit de serie, een Netflix serie op de, ja, op Netflix, Netflix serie op Netflix. Fucking logisch, maar ja, ik zeg het even. Ja, en dat kennen jullie ook allemaal wel, Misfit. En dat heb ik ook gedaan. En zoals ik laatst ook zei in de vlog, ik ben ook nu nog steeds bezig met acteren. Ik doe castings en de ene keer word ik het niet en de andere keer word ik het wel. En dan speel ik opeens weer wel in een film en dan niet meer een jaar lang. Weet je, het gaat gewoon op en af.
En tussendoor ben ik heel veel bezig met mijn Insta natuurlijk. Ik ben veel aan het vloggen. Dus ik doe gewoon heel veel verschillende dingen. En natuurlijk ook mijn muziek. Het is eigenlijk heel lang onder de radar gebleven dat ik eigenlijk heel veel bezig ben met muziek. Want ik maak nu denk ik al 3 jaar lang muziek of zo, denk ik. Ja, zoiets. Ja, eigenlijk al veel langer. Al sinds mijn 12e maak ik echt muziek, zeg maar. De geluiden, de beat, zeg maar. Maar sinds 3 jaar geleden ben ik zelf gaan zingen, / rappen. Ja, dat eigenlijk. En het nummer wat als eerste uitkomt, straks in juni. Ja, in juni jongens, dan weten jullie dat. Het eerste nummer wat straks in juni uitkomt, heb ik 2 jaar geleden al gemaakt. Moet je nagaan. Ik heb het 2 jaar geleden al gemaakt. En het komt 2 jaar later pas uit. Maar jongens, ik heb daar zoveel zin in. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie. Hoe jullie het gaan oppakken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, ik denk dat ik nu al een beetje heb verteld hoe ik aan mijn geld ben gekomen. En wat ik allemaal al in mijn carrière heb gedaan. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik snap dat heel veel mensen van jullie denken van, oh, ja, hij doet toch alleen maar YouTube. Of ik ken hem alleen van YouTube. Maar niemand weet eigenlijk dat ik al sinds mijn 9e aan het werk ben. En geld verdien. En ook al bezig ben met mijn carrière, zeg maar. En ik doe het met plezier. Ik vind het leuk. En ik blijf het doen tot ik het leuk vind. En het gaat nu lekker. En ik ben tevreden. Dus ja. Ik heb niks te klagen. Maar goed, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik al allemaal in mijn carrière heb gedaan. Zo ja, laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!